eindjes aan de schandpaal nagelen. Want die gast is natuurlijk, ja, die gast is natuurlijk ongelooflijk over de scheef gegaan. Die is enorm in de fout gegaan. En dan moet je in dit land maar één ding doen. En dat is het boetekleed aantrekken. Nederig zijn, excuses aanbieden. Maar ja, die gast blijft arrogant. Ja, hij heeft niet eens spijt betuigd voor wat hij gedaan heeft. Hij heeft niet één keer sorry gezegd. Nou ja, zeg. Hè? Dan vraag je het ook om uitgekocht te worden. Ja! Leuk! En dat hij denkt dat hij daarmee kan wegkomen. En dat hij denkt dat hij dat zomaar kan maken. Nee, alsof hij meer is dan wij, gewone hardwerkende mensen. Om uitgekost te worden. Ja! Ja, en dat hij denkt dat je daarmee weg kan komen, hè? En dat hij denkt dat hij dat kan maken, ongestraft kan blijven, hè? Alsof hij meer is dan wij gewone hardwerkende mensen. Alsof hij boven het volk staat, compleet losgezongen van de realiteit. Weg ermee. Ja, leuk is dat, hè. En dan gaat het pijn doen. Ongelooflijk pijn doen. Ja, je kon het niet goed zien. Maar we doen het gewoon nog een keertje. Wat er gebeurd is, nou, we was een beetje aan het jennen zijn. Dus we zitten aan zijn vinger te peuteren. Ja, dat wil je niet weten, dat is niet fijn. Maar ja, hij heeft er zelf om gevraagd. Niet dat wij weten wat hij precies fout heeft gedaan. Weet ik veel. Wij weten alleen maar dat hij het heeft gedaan.